Welkom bij het Verkeersjournaal van donderdag 6 oktober. Sinds 2 weken wordt er gewerkt op de Julianalaan in Delft. Het gaat om het stuk ter hoogte van het De Vries van Heistplantsoen. En verkeer voor de A13 richting Den Haag kan omrijden via het Mijnbouwplein, de Mijnbouwstraat, het De Vries van Heistplantsoen en de Julianalaan. En verkeer voor de A13 richting Rotterdam kan omrijden via de Michiel de Ruiterweg, de Mekelweg, de Christian Huygensweg. Eind deze week moeten de werkzaamheden klaar zijn. En dan nog meer werkzaamheden in Delft. Sinds vorige week wordt er gewerkt aan de pollers op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. Doorgang blijft wel mogelijk, maar het verkeer kan tijdens de werkzaamheden maar over 1 rijstrook. En dit is het stuk waar gewerkt wordt. Omdat er slechts 1 rijstrook beschikbaar is, moet u rekening houden met wat vertraging. De werkzaamheden duren tot ongeveer half november. In Den Haag wordt gewerkt aan de herinrichting van de Bezuidenhoutseweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het stuk tussen het Koningin Julianaplein en de Prins Klauslaan. Rijdt u in de richting van de Prins Klauslaan, dan dient u rekening te houden met de enige vertraging. Er zijn geen afsluitingen voor het verkeer. Wel komt de strook voor linksaf richting de Boslaan tijdelijk te vervallen en verkeer wordt rechtdoor gestuurd. De werkzaamheden duren tot 21 oktober. En dit was het voor vandaag. Heel graag tot morgen. Dag!